Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy. You know. Laat de mensen wakker worden, rustig. Amai, zitten we precies in Saint-Tropez. Het is ongelooflijk. Dank u wel, Gert. Het is ongelooflijk. Een toptafel, verse bloemen. Oei. Zo sterven op het water met je vleugels van papier. Wie zijn uw vier personen? De Rudy. Rudy? Ah, uiteraard. Bart en de Wit. Jonas? Ja, tuurlijk. Ah. Mijn schoonzuster. Ik voel mij nu wel echt een Hollywoodstar. Zijn jullie nooit naar L.A. geweest? Ja, weet je wat ik altijd belachelijk vind? Dan kun je zo een tour gaan doen met zo'n bus, met een gids, langs alle huizen van de sterren. Oh, dan denk ik bij mijn eigen, maar wie doet dat? Wie gaat in zo'n auto en dan zo naar die huizen? Oh, daar een die. Oh, daar een die. Jij en niet in zo'n bus gezeten met zo'n gids. Oh, en dit is de house of Justin Bieber. Dat glazen huis was ongelooflijk. Ik ben uitgestapt. Ik ben gaan kijken naar zijn vuilzak. Ik zweer het. Jij geeft uw gsm aan mij en ik mag een sms'je sturen met uw gsm naar eender wie in uw adressenboek. En jij mocht hetzelfde doen bij mij. Oké. Okay. Oh nee, jij gaat weer zo erg doen. Ik vind het verdacht dat ik zo rap wil meedoen, hè? Ja. Kom. Dan kon ik mij eens even met een taart verpakken, hè? Ik ook. Voilà. Is het weg? Ja. Van mij ook. Ik ga even kijken naar wie dat heet. Wat een Dorian. Kom je zo meteen naar boot? Dorian is bezig op het appartement. Ik mis je. Met allemaal hartjes. Dus hij gaat denken, kom je naar de boot? En oh, Dorian is bij. En dan gaat dat beginnen doen. Hè. Dat is top, hè. Die kan er aan mijn tand over zijn. Hè. Graag dringend kleine overschrijving naar rekeningnummer. Dat van zeker? Bedrag 100.000 euro. Bedankt, Gert. Dan ben een bankdirecteur, dat is George. Goed, hè? Ja, George. Nee, dat is voor te lachen, hè. Het is vandaag de geboortedag van Evita Perón. Heb jij die musical ooit gedaan? Nee, ik heb dat nooit meegedaan. Maar ik herinner mij wel die iconische scène als daar op haar balkon staat. Met die aanschoen. Oh. Dat zou toch iets verrazen? Ja. Spijtig dat we zo gekleed hebben. Allee, hup. En daar stond ze, hè. Zie je ze staan? Ja. Don't cry for me, Argentina. Het is nog niet af, het kan beter. Wacht. Is mijn dekbed zeker? Ja, dat van mij. Ja, ik dacht. Dat zat vast. Don't cry for me, Argentina. Bijna, het is nog de haar, die had van dat wit haar. Don't cry for me, Argentina. The truth is, I never left you. Left James Cook met een broodzak op zijn kop, hè. Allee, kon afronden. Ja, maar wacht, help me een keer, want dan raak ik een... Hallo. Etje. Jalla. Zeg, ik verschiet. Ah, Jan! Man, ik verschoot echt, hè. Dat was precies een beest. Ik wil erbij horen, dat is dus de man die door de salontafel is gevallen. Ben je naar een boot? Ja. Nee, maar daar mochten we het niet meer over hebben, zeker? Nee, nee. Hij heeft dat niet graag. Nee, hij komt niet graag in beeld. Maar hij is dan ook aangevallen door een papegaai. Per ongeluk, zo gezegd. Dat is dan ook gefilmd. Raar, hè? Ja. Ik denk dat hij een wantrouwige vrouw heeft. Die zorgt dat hem altijd in beeld is voor te bewijzen. Maar ga werken. Echt, ja. Hey! Hoe is dat in Wenen? Wat? Ik zeg het nog eens. Houd. Houd hier op de volk. Mama, je moet niet roepen. Hè. Je kunt ook gewoon je volume duiden. Iedereen is mooier als een bruid. Dat is waar. Maar nog mooier als je een keer met de tanden hebt. Ik ga ze nog een keer laten bleachen. Nee? Nee, ze zijn goed. Maar ze kunnen dat wat witter maken.
Ze kunnen het ook helemaal zwart en vol plekken doen. Ik ben op weg naar mijn grootmoeder, want die wordt vandaag 83 jaar. Happy birthday, dear Boma. Happy birthday to you. Lieve dier de piep. Hoera. En hoe oud wordt de Boma? Ze weet het niet meer. 24, denk ik. Mijn schoonmoeder heeft dat gemaakt voor ons. En je mag kiezen de welke. En deze en deze. Die doet mij denken aan Boomba, maar het is niet Boomba. Mooi. Dat moet toch achter je horen? Is ze nu die rekkers verkeerd gaan? Liefje, de mondmaskers zijn verkeerd. Ja, we weten niet hoe we dat moeten doen. De kat had knopen in de rekker zit. Ja? En nu eerst de rekker met de knoop over je hoofd. Oké, we hebben een beetje een te groot hoofd, denk ik. Oké, we snappen het. Oké. Voilà. Eigenlijk moet ik er twee dragen. Hé, volledig beschermd. Ik weet... Ah, wat is dat? Een kleine jongen. Waar ben jij met een kleine jongen heen? Dat moet een klein zijn, pijsje. Ja. Zie, dat is met een klein. Amai, er liggen hier al kruimels. Oké, Jameske, week 5, de laatste dag. Chin chin. School. Als je die drinkt, blijf het vol. Beter in je mond als... Allee, ja, bon.